Aanvullen en compenseren is een handige techniek om hoofdrekenend plus- en minsommen op te lossen. Je gebruikt de techniek als je ziet dat één van de getallen heel dicht bij een heel getal ligt. In dit geval 0,91 ligt heel dicht bij 1. Dus we willen graag dit getal aanvullen tot 1. Dus laat ik dat opschrijven. Dus ik wil graag uitrekenen wat 2,8 min 1 is. En dat is een makkelijke opgave uiteraard, want ik haal gewoon van die 2 1 af en dan krijg ik dus 1,8. Maar let op, dat zou dus niet het antwoord zijn op de vraag. Immers, ik heb er nu te veel afgehaald. Ik moest er maar 0,91 afhalen en ik heb er 1 afgehaald. Dat betekent dat ik weer iets erbij moet doen. Namelijk het verschil tussen die twee. Dus wat ik hier heb aangevuld, dat moet ik weer hetzelfde bedrag als het ware moet ik weer compenseren. In dit geval 0,09. Want ik had er 0,09 te veel afgehaald, dus nu doe ik het er weer bij. Dus uit je hoofd ga je dus eerst die uitrekenen. Wordt 1,8. En dan plak je die 0,09 eraan vast. Dus 1,8,9. Een veelgemaakte fout is om beide getallen te gaan aanvullen en dan daarna te gaan compenseren. Hierbij maak je het voor jezelf extra moeilijk, doordat je nu twee getallen hebt aangepast. Dus focus je gewoon op eentje en kies degene die het dichtste bij een heel getal zit, zodat je compensatie ook klein is. En let op dat je bij het hoofdrekengedeelte, bij de wiskat, niet de vraag krijgt van oké, gaat dit dus aanvullend en compenserend oplossen? Nee, dat staat er niet bij. Dat moet je dus zelf bedenken of zelf herkennen dat je hier wil doen van dit is bijna 1, dus ik ga hem dus aanvullen naar 1. Oké, dan gaat hij uit het hoofd. Dus deze vul ik aan tot 1, dus ik haal er 1 af. Dan heb ik 14. Dan heb ik 0,08 er te veel afgehaald, dus die doe ik er weer bij. Zelfde verhaal. 1 eraf krijg ik 12,5. Dan heb ik 0,04 te veel ervan afgehaald, die doe ik er weer bij. Oké. Plus situatie, ik vul aan tot 1, krijg ik 12,5. Dan heb ik 0,03 er te veel bij opgeteld, dus die haal ik er weer af. Oké, dus weer plus 1, krijg ik 16,4. En 0,02 haal ik er af, krijgen we 0,38. Ik haal er 1 af, krijgen we 13,7. En dan heb ik er te veel afgehaald en er komt nog 0,1 bij, dus dit wordt dan 0,8. Dit wordt 3,2, heb ik er 0,01 te veel bij opgeteld, die haal ik er weer af. 19 plus 1 is 20, min 0,09 is 19. Maar in feite kon ik het gewoon aan elkaar plakken, hij was veel makkelijker eigenlijk. Dit wordt dan 16 en dan 0,9 erbij. 1 eraf is 6. Dan heb ik 0,03 er te veel afgehaald en die plak ik er weer bij.